Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Deze week hebben we wel een heel speciale Booming Brabant. We vieren de verjaardag van Safari Park Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daarom aan tafel directeur en eigenaar van Libema, Dirk Lips. En zoologisch manager van de Beekse Bergen, Martin van Hees. Samen halen we Afrika een stukje dichter bij huis. Dit is Booming Brabant. We zijn er weer met Booming Brabant. Fijn dat je kijkt. Brabant is een vakantiepark rijker, want gisteren werd in Hilvarenbeek het Safari Resort van de Beekse Bergen geopend. Maar het is niet het enige feestje wat het park te vieren heeft. Ze bestaan ook nog eens 50 jaar. Ja, en dieren verzorgen is één. Zorgen dat ze behouden blijven voor de volgende generatie is twee. Ja, we hebben aan tafel zitten Dirk Lips en Martin van Hees. Fijn dat jullie er zijn. Dirk, ik begin even bij jou, want gisteren was natuurlijk de grand opening van het Safari Resort. Was het een kort nachtje? Het was voor mij een korte nacht. Gingen we 1 uur slapen en vanmorgen om 6:15 paraat met een kopje ging thee. Lekker weer. Op de savanne gezeten, op het terras en de dieren gezien voor het terras. En dat was een echt hele mooie ervaring. Dus je hebt op het resort geslapen? Ik mocht als op het resort. Eerste keer? Dat was de tweede keer. We hebben vorige week try-out gehad in de boomhut en mogen slapen. En ook dat was een feestje. Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad. En voor de dieren, Martin, werden die ook een beetje extra verwend? Kregen ze iets extra lekkers vanwege gisteren de opening? Gisteren hebben ze wel extra verwend vanwege de opening. Het is allemaal ook voor hun een beetje nieuw. Dus ja. We verwenden ze nog even lekker. En gisteren hadden we natuurlijk prachtig weer. Afrikaans weer. Beter kon het gewoon niet. Dus het was echt geweldig. Ah, leuk om te horen. Nou, we gaan natuurlijk zo meteen uitgebreid op in wat daar allemaal gebeurd is. Maar eerst even terug. Want in de afgelopen jaren is natuurlijk ook heel veel gebeurd. Laten we eens even kijken hoe dat het allemaal begon. Het begint allemaal in 1968. Voor 10 gulden mogen bezoekers met hun auto door een omheind gebied met 50 leeuwen rijden. Een paar jaar later komen er onder andere neushoorns, jachtluipaarden en giraffen bij. En die komen vanuit Engeland in een typisch Engelse bus. In 1978 gaat de eerste safari-educatiebus rijden. Daarna volgen de wandel-, vogel- en bootsafaris. En in 1987 krijgt het park 2 panda's op bezoek. Een primeur. Het park bootst steeds meer de natuurlijke omgeving van de dieren na. Er komen Siberische tijgers bij, chimpansees en krokodillen. En gisteravond werd het Safari Resort dan officieel geopend. 3, 2, 1, druk! Ja, en als je een grote opening hebt, dan verwacht je in eerste instantie vuurwerk. Maar dat is natuurlijk een no-go bij al die dieren. Dus jij bedacht licht, Dirk. Licht uit Afrika. Ja, toen we in december de eerste bungalows stonden en we vanuit de terrassen keken, zeiden we, ja, eigenlijk is het niet goed. Want als je meerdaags verblijf in Afrika wilt, dan moet je ook de nacht tot een feestje maken. En in Afrika is het vaak een wolkeloze hemel en schijnt de maan. Oh ja? Dus we hebben toen gezegd, ja, ik ben er nooit geweest. Dan moet je zeker naartoe gaan, dat is echt een beleving. Dan zijn de sterren het helderst ook. Dus we hebben gezegd, nou, we moeten het maanlicht op de savannes brengen, want dat is de echte beleving. Als je ook zeg maar om 12 uur buiten bent, dan moet je ook zachtjes door het maanlicht de dieren kunnen laten zien. Dus we hebben want Philips. Bij ons is het natuurlijk donker. Als het, hè, dan is het donker, dan zie je niks meer. En hier zie je dus inderdaad die gele lijn. Dat is typisch Afrikaans. We brengen gewoon de maanlicht terug op de savanne. We kunnen een zonsondergang simuleren. We kunnen maanlicht brengen. En we kunnen ook 's morgens zonsopgang simuleren. Ja. En dat doen we ook. En daardoor is het 24 uur een echte beleving. Ja, en dat is in een samenwerkingsverband met Philips gebeurd, hebben toch? Met Philips Lightning hebben we daar advies gevraagd. En dat kon eerst niet. En toen hebben we gezegd, ja, alles kan. Hè, van als je maar wilt en als je maar je best doet. En uiteindelijk hebben we daar met de goede lichtarchitecten hebben een plan gemaakt. Hè, dat je ook het maanlicht op delen van de savannes kon brengen. En dat is ook gelukt. En dat geeft een extra dimensie. Echt heel erg mooi. Ook met de dieren samen is het fantastisch. Nou precies, want betekent dat nog iets voor de dieren? Want het is natuurlijk een natuurlijke habitat is daar. Doet dat licht nog iets met ze? Nou, het is natuurlijk geen fel licht. Het is echt moonlight of maanlicht. Dus het is voor hun ook wel heel prettig. Want ze zien ook een beetje waar ze lopen. En voor hun geeft het ook een stukje rust. En het is echt heel erg mooi om te zien. En ook de dieren. We hebben het eerst in september vorig jaar hebben we het geoefend. Mm-hmm. Gekeken of dat het effect was. Nou, dus toen zagen we al meteen dat die dieren gewoon echt een beetje in de buurt van het licht gaan staan. Omdat ze dat gewoon prettig vinden. En dat dierenwelzijn is heel belangrijk. Daar komen we zo ook even op. We gaan eerst even naar de zakelijke kant. Want de Beekse Bergen valt onder Libema.
24 bedrijven in totaal. 4 vakantieparken, 11 locaties voor beurzen en events en 9 attractie- en dierenparken vallen daaronder. Even de cijfers erbij. Zo'n 1000 medewerkers heb je in dienst. Het zorgt voor ongeveer een ruim 100 miljoen verwachte omzet in 2018. En 5 miljoen bezoekers die jullie ieder jaar weer verblijden. En toch heb ik begrepen dat de Beekse Bergen toch wel een speciale plek in je hart heeft. Klopt dat? Ja, dat komt omdat het natuurlijk een dierenpark is. Maar we hebben ook meer dierenparken. En dieren is mijn passie van jongs af aan. En, dieren op safaripark, op het resort, maar ook bij Aquazoo, bij Overloon en bij Dierenrijk. Ja, daar ligt mijn hart. Ja, want dat safari-resort is natuurlijk weer een hele nieuwe dimensie in het park. Hè, om zo dicht mogelijk bij die dieren te zijn. Waar kwam bij jou die filosofie vandaan? Dat zou ik graag nog willen toevoegen. Nou, wij zijn natuurlijk als homo sapiens, zijn wij, bestaan 200.000 jaar. Vroeger, 200.000 jaar geleden, is homo sapiens als een opmars over de wereld begonnen. Maar de laatste 200 jaar zijn we dat oergevoel met de natuur zijn we kwijtgeraakt, die beleving. Ja. Ga je nu terug naar Afrika, waar onze wieg heeft gestaan als homo sapiens. Daar vind je nog terug hoe het 200.000 jaar geleden was. En dat gevoel, als je de stilte ervaart, de savanne ervaart, de nabijheid van grote grazers, van roofdieren, ja, daar word je klein van en bescheiden als mens. Krijg jij dat ultieme gevoel op het moment dat je daar dus vanochtend stond met het kopje koffie? Ja, en dat gevoel hebben we in Afrika, dat zie je daar nog. En dat wilden we brengen naar Nederland. Maar is dit een stukje bewustwording ook voor de mensen dan, om zo'n park zo aan te leggen? Als je daar bent, dan zie je hoe belangrijk het is dat je zuinig moet zijn op de natuur. Dat je duurzaamheid moet betrachten. Ja. En dat is de boodschap die we de mensen mee willen geven. Zie hoe bevoorrecht je bent dat je dit mee mag maken. En handel daar ook naar. Ja. Is het uiteindelijk geworden wat je gehoopt had? Eigenlijk mooier nog. Van meestal hoor je als je wakker wordt dat de droom voorbij is. Dat de werkelijkheid wat minder is. Maar ik heb hiervan gedroomd. Maar de werkelijkheid is, toen ik wakker werd vanmorgen, nog mooier als in de droom. Oh, wat goed om te horen. Ja, het is echt heel mooi. En ook de educatieve boodschap waar Dirk dan over vertelt. Ja, want die is minstens ook zo belangrijk. Die is net zo belangrijk. En dat willen we natuurlijk ook bij de mensen overbrengen. Dat die natuur ook echt iets van ons is. Ja. En dat is echt gelukt in Brabant. Nou ja, jullie zijn in ieder geval ontzettend enthousiast. Laten we gewoon maar eens even gaan kijken dan. Want we zijn van de week, toen het nog niet open was voor publiek, even een kijkje gaan nemen. Op deze savanne zien we de giraffes, de gravyzebra's, de zeeboes en uiteindelijk ook nog de zwarte neushoorns. En struisvogels lopen hier ook los. Je doet de deuren open en je kijkt gewoon naar de dieren en die komen voorbij en die zijn ook aan een ontbijt bezig. Ja, dat is de unieke beleving. De lodges zijn natuurlijk primair zo ontworpen dat je maximaal zicht hebt op de dieren. Grote raampartijen dicht aan de savanne. Daarnaast zijn ze geïnspireerd op 4 Afrikaanse stammen. De thematisering is heel veel handgemaakt. Dus de decoraties aan de buitenzijde die zijn echt door kunstenaars aangebracht met de hand. Ze zijn ook ook allemaal verschillend. En ook het meubilair is echt uniek voor ons gemaakt. En ook nog vaak van hout wat hergebruikt is. We hebben 6, 8 en 14 persoons lodges. Daarnaast hebben we ook nog boomhutten en ook nog hele luxe safari tenten. Nou, hier zitten we dus in een boomhut, een van de unieke verblijven die we hebben. Het zicht is natuurlijk fantastisch. Gemaakt door een bedrijf uit Goorle. Echt een bedrijf wat gespecialiseerd is in het maken van boomhutten. Hier zit maandenlang werken en uren en liefde in. Het is natuurlijk wel heel spectaculair en bijzonder met je lodge zo dicht bij de leeuwen. En ze brullen, ze maken een intense lawaai soms. Als ze echt brullen, dat gaat echt tot diep in je lodge. Kijk, daar zit hier een gracht omheen van een meter of 9. Die dieren kunnen daar niet overheen springen. Een enkele keer gaan ze wel eens wel zwemmen, maar vanuit het water recht omhoog springen is onmogelijk. Dus 100% veilig, is allemaal gecheckt. De savannes zijn natuurlijk prachtig, maar om ze ook echt 24 uur per dag die beleving te geven, hebben we echt het maanlicht zoveel mogelijk proberen te simuleren. Dus samen met een speciale afdeling van Philips hebben we dat voor elkaar gekregen. Je hebt het gevoel dat je in het volle maanlicht naar de dieren kan kijken.
heb hier zelf samen met een groot aantal collega's mogen slapen. Ja, zelfs als al ben je betrokken bij zo'n bouwproject en heb je het iedere dag zo'n beetje zien ontstaan, dan nog word je gegrepen door het uitzicht wat je hebt. En ben je nog verbaasd dat de dieren echt heel dichtbij je staan. Het was echt een fantastisch weekend. Ja, en zo ziet dat er dan uit. Prachtig, inderdaad. Goed, laten we het eens hebben over de dieren. Want zonder dieren geen mooi park natuurlijk. We praten altijd graag over innovatie hier aan tafel. En ook in het dierenwelzijn komt dat ontzettend terug bij jullie. Ja. Voorheen waren dieren echt handelswaar. Dat is nu niet meer, hè? Nee, vroeger werden dieren ook echt uit het wild gehaald. Dat doen we al heel lang niet meer. Tegenwoordig hebben we fokprogramma's, zoals wij dat noemen. Dus dan werken we samen met andere dierentuinen. Die dieren hebben eigenlijk helemaal geen waarde meer. Dieren worden getransporteerd tussen verschillende dierentuinen. We hebben een soort available and wanted list. Dus waar dieren eigenlijk een soort marktplaats voor dieren. Daar kun je dieren die je wil hebben, kun je daar vandaan halen. En dieren die je over hebt, die je gekweekt hebt of gefokt hebt dat jaar, die kun je daar opzetten en die gaan naar andere dierentuinen toe. Juist. Zo ontstaat er een soort wisselwerking. Tussen maar dat is eigenlijk een idee waar jij mede-initiator van bent, Dirk, toch? We hebben in het eind jaren 80 gedaan, zeg maar, toen wij Beekse Bergen overnamen samen met Wim van Berkmoes. Ja. Toenmalige zoo-director hebben echt gepleit om dit beleid van geen waarde toekennen aan de dieren. De zeggenschap over de dieren aan committees geven en bijdragen aan behoud van de soorten. En niet meer importeren uit Afrika of uit andere habitats. Dat hebben we toen in gang gezet. En daarmee leveren we echt een bijdrage aan de natuurbehoud en behoud van de soorten. Ja, en zo blijft dat dus. Want er staan 200 dieren op de savanne? Ja, 200 dieren. Je kunt dat natuurlijk niet zomaar alles bij elkaar neerzetten. Nee, absoluut niet. Gaan we doen. Wij gaan dat heel voorzichtig doen. We doen dat per diersoort. Doen we dat. Eerst de giraffen, dan de zebra's. En zo voegen we dat bij elkaar. En dan kijken is daar een soort protocol voor? Nee, dat moet je echt. Dat doen we samen met de verzorgers. Bespreken we dat. Van nee, die dieren zijn rustig, die zijn minder rustig. En het weer moet meespelen, alles moet meespelen. We hebben het veel in de weekenden gedaan, omdat het dan maar rustiger is met de bouw. Want de bouw ging ondertussen wel gewoon door. Ja, en je kunt natuurlijk niet zo lekker als er daar een boor staat. Die dieren zijn heel veel gewend. Als je echt ziet, deze dieren zijn in gevangenschap geboren, hè? Dus echt in dierentuinen geboren. Die zijn echt gewend aan geluiden, aan licht, aan alles. En vandaar dus dat je wat meer kunt, maar je wil zelf de rust hebben om die dieren rustig met elkaar, zoals wij dat noemen, te introduceren. Ja. Je had het even over die fokprogramma's inderdaad. Dat betekent dus ook dat alle dierentuinen verantwoordelijk zijn voor een aantal soorten dieren. Welke hebben jullie? Wij hebben de witte neushoorn en de cheetahs. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Daar hebben we een curator voor, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. En die curator die kijkt welke dieren met elkaar tot voortplanting mogen komen. We kunnen niet zomaar alles bij elkaar zetten, want dan krijg je inteelt. Ja, daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Ja, want het is niet zo bij dieren dat die elkaar herkennen van hé, dat is een broer of een zus of zo. Nee, absoluut niet. Als een broer of een zus, dat maakt niet uit. Dat gaat heel vaak gewoon samen. En dat willen wij natuurlijk voorkomen. En zo hebben we een curator erop zitten voor deze diersoorten. Die echt kijkt van dat dier mag met dat dier tot voortplanting komen. Dus een dierentuin krijgt advies om die dieren uit te leveren met andere dierentuinen of echt te ruilen. Ja. En hoe kom je nou dan aan die 200? Want waren die dan over of komen die allemaal van de rest van het park? Nee, we hadden een deel hadden we zelf in de loop der jaren gekweekt, gefokt. Verzameld. Ja. En het grote deel hebben we van andere dierentuinen gehaald. Dus we hebben afgelopen maanden heel veel transporten gehad van verschillende dierentuinen. Van Engeland tot aan Tsjechië tot Spanje. Die zijn allemaal hierheen gekomen. Wat een enorme klus lijkt me. Ja, dat is echt een enorme klus. Want dieren kunnen niet zomaar getransporteerd worden. Daar moet je ook weer vergunningen voor hebben. Dieren hebben allemaal een paspoort. Dat moet aangevraagd worden. Dus daar zit echt een hele administratie ook nog achter. Ja. Nou is er natuurlijk wel een hoop kritiek altijd over dieren in gevangenschap. Snap je die kritiek? Ik kan me dat voorstellen voor mensen die niet precies weten hoe wij werken. Maar wij werken echt heel, heel. Dierwelzijn voor ons is ontzettend belangrijk. We zullen nooit dieren uit de natuur halen. En de dieren bij ons hebben het echt allemaal ontzettend goed. Ja. En bovendien, mensen kunnen niet allemaal naar de natuur toe. Dus wij proberen de natuur echt naar de mensen toe te brengen. Zodat die educatieve waarden, die ambassadeurs die wij hebben lopen, zodat we kunnen vertellen van hoe belangrijk het is om zuinig te zijn op de natuur. En ook die natuur te sparen. Dat ons hier te laten zien
hoe goed het, hoe mooi de natuur is, gaan wij de natuur helpen in Afrika. Ja, dat precies. is ons doel. Ja, want Jane Goodall, die kennen we allemaal natuurlijk. Dat is ook de dame die zo bekend werd voor haar liefde voor chimpansees. We zien haar hier. Zij had eigenlijk gezegd, als ik zelf zou mogen kiezen als dier, zou ik nog liever in gevangenschap bij jullie zitten dan vrij in de natuur. Want er is natuurlijk een fokprogramma. Dieren worden gekweekt, hè, zoals jij het zelf zegt. Is er überhaupt een optie om ze weer uit te zetten? Maar dat zou kunnen. Hè. Want als dat nodig zou zijn, kunnen we daar een bijdrage aan leveren. En die opmerking van Jane Goodall, die is gebaseerd dat wij zorgen dat er altijd een goede samenstelling is van de groep. Geldt voor u ook, hè, als ik u de keuze geef met uw gezin. Hè, van ergens beperkt te zitten of in een luxe resort alleen. Yeah. Dan zul je voor het eerst kiezen. Dus wij zorgen dat er een goede samenstelling vanuit dierenwelzijn is voor de groep. Dat goed is. Vervolgens zorgen we voor hele mooie grote verblijven waar ook voldoende ruimte is. Nou, bijvoorbeeld de savannes in het safari resort is ongeveer een 8, 9 hectare per savanne, waar allerlei migratiepaden zijn. Mm-hmm. En we zorgen ook dat er soorten gemengd worden in een verblijf. Dat dus de natuur eigenlijk zo natuurgetrouw mogelijk er is. En als je dat doet, dan heb je de drie elementen die ik net genoemd heb van dierenwelzijn. Ook natuurlijk met goede voeding en veterinair toezicht. Die heb je geoptimaliseerd. En als je dat doet, dan ben je vanuit de dieren gezien. De dieren is ook ons hart, is onze passie. Want dan doe je het optimaal vanuit de dieren. Oké, dankjewel. Wij zijn op zoek naar een manager leisure bij het speelland Beekse Bergen. Als manager leisure motiveer en coach je een team van ongeveer 50 medewerkers. Je bent MT-lid en verantwoordelijk voor de veiligheid en onderhoud van het park. Je bewaakt de kwaliteit en de service die wordt geboden aan onze gasten. Weet jij een team aan te sturen, de verwachtingen van onze gasten te overtreffen en zorg je voor een goede sfeer? Kom dan werken bij een van de grootste leisure concerns van Nederland. Ja, even terug naar 1982, want toen is het eigenlijk allemaal begonnen voor jou, Dirk. Hè? Toen heb jij Autotron van je vader overgenomen. Toen, ja. Een bedrijf wat, plat gezegd, op sterven na dood was. Daar wist jij iets van te maken. Ja, we hebben meteen gezegd van, nou, het gaat niet om de auto's. Ik ben dierenman met auto's, eerlijk gezegd. Je hebt niks met auto's? Nee. Ik heb een Defender en daar rijd ik altijd in rond. Hè. En als ik nou hier ergens ver weg moet, dan ook nog wel eens een keer gereden, maar ik heb verder niks met auto's. Maar toen hebben we gezegd, we moeten de leisure erin brengen. We moeten attracties maken voor kinderen, dat het leuk is. En we gaan beginnen met de beursevenementen. En toen wij verhuisden in 1989 naar Rosmalen, hebben we het museum voor een deel behouden. Maar we hebben ook meteen de ruimte gebouwd voor de beursevenementen. Dat is ook onze start geweest in die sector. Ja, is toen maar uiteindelijk komen wel de auto's weer terug. Ja, een van onze zonen die is echt, heeft de genen van zijn opa. Die is helemaal auto... Autoflammergasted. We wachten nog op de vergunning, maar die zullen we wel krijgen. Dan gaan we een hele mooie showroom maken. Ja. Een van de mooiste in Nederland. En daar gaan we super en exclusive auto's verkopen. Ja, bizar. Maar ik vind het überhaupt, want het was natuurlijk ook mijn taak om even het brein van de ondernemer Dirk Lips te kruipen. 24 bedrijven inmiddels. Wat houdt jou nou zeg maar aan de gang om te willen blijven groeien? Ja, dat is de passie van die je hebt, de uitdagingen die je ziet. Als bedrijf is het natuurlijk nodig dat je blijft innoveren. Het is ook goed dat je blijft groeien. En zorgen, je kunt het opbrengen als je gezond blijft van geest en van lichaam. En ook heel belangrijk als je een goed thuisfront hebt. Want anders gaat het niet. Maar hoe hou je dan overzicht over 24 bedrijven? Nou, dat is eigenlijk veel makkelijker als je denkt. Zie je hem wel? Zie je hem wel? Als het goed gaat, zien ze me nooit. We zien me alleen van als er problemen zijn. Of als er kansen zijn. En voor de rest moet je het ook gewoon aan mensen overlaten. Van iedereen, je moet mensen ook de gelegenheid geven. En dat is denk ik de kracht van Libema. Mm-hmm. Dat we mensen gewoon het op hun manier laten doen. Van er zijn meer wegen naar Rome. En je moet de mensen de vrijheid geven en het vertrouwen geven. Is dat de kracht van het ondernemerschap? Dat je dus goede mensen aan je weet te binden. Dat is heel belangrijk. Dat begint al bij de voordeur, bij de selectie. Dat snap ik. Maar doe je die selectie allemaal zelf? Laten we doen. Maar het belangrijkste is dat je de mensen het vertrouwen geeft om het op hun manier te doen. En dat het ook een keer mis mag gaan. En als je dat toelaat, dan hoef je alleen maar te controleren of ze binnen bepaalde marges blijven. En dan doen ze het op hun manier. En dat is heel plezierig. Zeker mensen vandaag de tijd, die weten heel goed wat ze willen en wat ze waard zijn. En die moet je de vrijheid geven. Ja. Maar nu ben je zelf 66, je hebt drie kinderen. Die werken allemaal in een van de bedrijven.
Staat de nieuwe generatie Lips klaar? Of ben jij nog helemaal niet klaar om daar een stapje van terug te doen? Nou, ik heb gisteren een hele mooie onderscheiding gekregen, het ereburgerschap van Brabant. En ik heb vanmorgen om 6:00 tegen mijn vrouw Karin gezegd, ja, dit geeft toch wel de plicht om nog minstens 5 of 10 jaar door te gaan. Om te zorgen dat we voor Brabant dan nog heel veel mooie dingen gaan doen. Maar de volgende generatie, als die wil, hebben ze de mogelijkheden, maar het hoeft niet. Altijd tegen de kinderen zeg, joh, kies je eigen passie. Doe wat je wilt. Hè, van, en als dat leidinggevend is of eindverantwoordelijk voor Libema, dan komt dat wel. En, maar kun jij dat? Kun je dat überhaupt loslaten al die jaren? Ja, op een gegeven moment moet je het loslaten. Mijn tijd is ook eindig. Dat is ook helemaal niet erg. Zeker. Dat hoort ook zo. Dus op een gegeven moment kun je het wel loslaten. En Libema is zo gestructureerd, als ik er morgen niet meer zou zijn, dan draait het gewoon door. En dan draait het, ik wil niet zeggen dat het dan beter doordraait, maar tenminste net zo goed. Dat is dan wel de nuchterheid weer die er ook in zit. Dat is de nuchterheid, die moet je ook hebben. Van alles is betrekkelijk. En je bent zelf je mag tijdelijk op de winkel passen. En dat moet je ook goed realiseren. En zo moet je het ook zien. We hebben alles maar te lenen in het leven. En als je weet dat je het te lenen hebt, dan ben je er ook extra voorzichtig mee. Ja. En dan doe je het met extra zorgvuldigheid. Ja, maar dat vind ik dan wel weer mooi aan de andere kant. Want enerzijds gaat natuurlijk, Libema gaat ook om geld verdienen. Maar aan de andere kant let je ook heel erg wel op de centjes. Ik heb een verhaal gelezen dat er een Quiet 500, de tegenhanger van de Quote 500, op je bureau lag. Dat je in eerste instantie dacht, ik heb geen idee wat ik hier mee moet doen. Laat maar even liggen. Op een gegeven moment ben je er doorheen gaan bladeren en dacht je, ik moet ook iets doen voor stille armoede. Ik moet ook iets teruggeven. Ja. En toen kwam de Quiet Community, een van de onderdelen waarbij jij je inzet voor de stille armoede. Wat was de gedachte daarachter? Nou ja, ik heb het op mijn bureau laten liggen en op een gegeven moment denk ik van, nou ja, we zullen maar een donatie doen en dan koop je het af. Ja, maar toen ik de verhalen ging lezen, was ik daar echt diep door geraakt. Omdat dat mensen zijn, hè? Heel vaak, die hebben gewoon pech gehad. Gewoon dikke vette pech. Hè? Van echtscheiding, baan kwijt, ziekte of alle drie tegelijk. Hè? Maar dacht je in eerste instantie ook van, het is luiigheid, die mensen hebben er allemaal niet zo zin in? Ik werd echt geraakt door de persoonlijkheid van de mensen in dat blad. Ja. Die mensen hebben gewoon pech. Dat had mij ook kunnen overkomen. Die mensen willen die situatie niet. En die moet je gewoon proberen een stukje steun te geven. Een stukje te helpen. Door aan te laten zien dat je het onderkent. Dat je ze ziet. Dat je hun probleem ziet. Van hun volwaardigheid ziet. Hun gelijkwaardigheid ziet. Zelfs zoveel beter van u of ik. En wat we toen bedacht hebben is van de regio, voor de regio, zonder geld. Hè, van laat nou gewoon bedrijven en personen geen centjes geven, maar spulletjes dingen aanbieden. Hè, maar ook een kapper die dat doet, een tandarts die zegt ik heb 2 uur op de zaterdagmorgen. Een restaurant, en die hebben heel veel, hè, die zegt joh, ik heb op dinsdagavond, kan ik wel 4 man aan tafel hebben. En, ja, dat is gaan groeien en gaan bloeien. Het is in Tilburg, het zit nu in een bos, het zit in Groningen, het zit in Maastricht. En soms is het zo, dan lukt het. Mooi. Als laatste vraag dan, want we zijn er doorheen. Aan jou, Martin. Welk dier zou je nog absoluut graag willen ontvangen bij de Beekse Bergen? Welke zou je er graag willen zien nog? Nou, ik zou heel graag voor de dwergsimpelzee nog gaan. Dat zou ik nog heel erg mooi vinden. Dan moet ik eerst Dirk overtuigen natuurlijk. Bij deze gebeurt nou. Dat is allemaal heel mooi. Ja. En aan de andere kant, Dirk, wat staat er nog op jouw verlanglijstje? Nou, alle bestaande bedrijven die zullen we laten groeien en bloeien. We willen bij Brabant Hallen een nieuw congrescentrum. We zijn bezig te kijken met het volgende bedrijf of we dat kunnen overnemen. Maar hoor je er nog te zijn. Ja, precies. Dan komt hij vast nog een keer terug. Ja. We blijven bezig. Ja, nou, in ieder geval die 10 jaar die krijg je wel vol. Dat gaat me wel lukken. Ja, dank je wel. Dank jullie wel allebei voor jullie komst. Ja, en tot zover. Want dit was Booming Brabant voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Dank je wel.